Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag gaan we een vers bespreken die heel romantisch klinkt eigenlijk en heel lief en heel schattig als je hem zou lezen. En dat is een vers uit Hooglied. Dan snap je misschien ook wel waarom die zo romantisch is. Het is de vers uit Hooglied 4 en het is vers 7. Dus Hooglied 4, 7. En daar zegt hij: alles aan u is mooi, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Dat is natuurlijk super lief om te horen. En super mooi om te horen. En hoe komt het nou dat deze vers in de Bijbel staat? Het boek Hooglied is geschreven door koning Salomo. En is eigenlijk van het perspectief van de Heer Jezus naar de mensheid toe. Dus als hij hier zegt mijn vriendin, dan bedoelt hij niet mijn vriendin, mijn vrouw, mijn meisje. Hij bedoelt eigenlijk mijn kerk, mijn gemeenschap, mijn volgelingen, de mensen van wie ik hou en die mensen die van mij houden. Dus dat is belangrijk om in je achterhoofd te houden als je Hooglied aan het lezen bent. En wat mij opviel aan deze vers is, en natuurlijk ook wel meer versen in Hooglied, alleen deze vers per se, is dat hij eigenlijk vertelt aan haar dat hij haar perfect vindt. Hij zegt, er is geen gebrek aan u. U bent mooi zoals u bent. Het leuke daaraan is dus dat jij dat op jezelf mag betrekken, want jij bent Gods volk. Jij bent iemand van die kinderen van God waarvan hij houdt. En het dramatische daaraan is eigenlijk dat wij vaak niet op die manier over onszelf denken. Dat wij niet op die manier van onszelf kunnen houden. Vaak mankeert er iets aan ons zelfvertrouwen, waardoor we niet diezelfde acceptatie naar onszelf toe kunnen bieden of kunnen geven zoals God die aan ons geeft. En waarom is dat zo erg? Waarom is dat zo vervelend? Het is vervelend omdat God ons eigenlijk helemaal geen reden toegeeft om niet van onszelf te houden. Om niet vol zelfvertrouwen te zijn. Om niet rond te kunnen lopen als kind van God en daar trots op te kunnen zijn. Juist niet. Hij geeft ons alle reden om te kunnen zeggen van, ik ben speciaal, ik ben perfect, er is geen gebrek aan mij. Zo zegt hij bijvoorbeeld in dezelfde trant in Jesaja 43, vanaf vers 1. Maar nu, zegt de Heere, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, zal ik bij u zijn. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Dus eigenlijk zegt hij hier, en dan wil ik eigenlijk inzoomen ook op het stukje dat hij zegt van, u bent kostbaar in mijn ogen, u bent van mij. Ik heb u lief gehad, ik hou van jou. En dat zijn woorden die we op onszelf mogen betrekken. Wat maakt dan dat ik niet van mezelf kan houden op dezelfde manier waarop God van mij houdt? Dat is iets van de mensen zelf. Dat is iets wat we hebben gehoord, waar we mee zijn groot geworden. Misschien heb je dat wel geleerd op school. Misschien heb je dat geleerd van je ouders. Dat er altijd een voorwaarde is aan waarom er van jou gehouden wordt en waarom niet. En wat God ons eigenlijk wil geven is, nee, mijn liefde van mij als God aan jou, als mijn kind, is onvoorwaardelijk. Dat is net als ouders die een babytje krijgen en het babytje mankeert iets, of het babytje moet vaak huilen, dan denken ze ook niet, ik gooi de baby weg. Nee, ze geven die baby meer kans. Ze geven die baby alle liefde die ze in zich hebben, zodat de baby opgroeit en lief wordt en mooi wordt en onvoorwaardelijk weet dat er onvoorwaardelijk van hem of haar gehouden wordt. Pas als het wat ouder wordt, dan komen er andere dingen, dan komen er andere voorwaarden, omdat onze ouders zijn ook maar mensen. Onze ouders zijn ook niet perfect. Maar wie is er wel perfect? En wie kan ons daardoor ook perfecte liefde geven? Dat is God. Zoals we net ook hebben gelezen in Jesaja 43, zegt God, er is niks meer waard voor mij dan jij. Dus Egypte met alle rijkdommen en alle mooie dingen van toen, Kush en Seba, al die rijke landen, al die vruchtbare landen, die geef ik als losgeld voor jou. Dus stel je voor, jij was ontvoerd en ik heb al die landen in mijn bezit, dan zou ik die landen zo wegdoen omdat jij mij zoveel waard bent. Dus op het moment dat God zegt dat ik zoveel waard ben, wie ben ik dan om te zeggen, nee, ben ik niet. Wil ik niet. Ik ben niet. Ik hou niet van mezelf. Ik ben niet goed genoeg. God zegt in Hooglied eigenlijk, ik ben verliefd op jou. Ik zie niks mankeren aan jou. Je bent perfect zoals je bent.
En dit is eigenlijk een soort van die sprookjesliefde waar we van Disney van allerlei hebben meegekregen toen we klein waren. En waar we van dromen en wat we willen meemaken en die onvoorwaardelijkheid. Alleen is dit geen sprookje. Want dit soort liefde vinden we alleen bij God. Die volledige onvoorwaardelijkheid, dat je eigenlijk niks verkeerd kan doen, dat God jou heeft verlost door zijn zoon voor op te geven, die liefde is echt. Het is geen sprookje. Dus doe ik dingen fout? Zeker. Doe jij dingen fout? Zeker. Kom je tekort? Vast. Zeker. Alleen dat neemt niet weg van Gods liefde aan jou. Die liefde is zo groot dat je het misschien niet eens kan voorstellen. Dus ik ben niet waardeloos. God vindt mij veel waard. God vindt mij alles waard. Waarom vind ik mezelf dan waardeloos? En misschien heb ik niet geleerd hoe ik van mezelf moet houden. Misschien weet ik niet hoe ik dat moet doen. En dat is niet erg. Wikkel jezelf in die liefde van God. Wikkel jezelf in de wetenschap dat God al die liefde voor jou heeft en jou wil geven. Want hij zegt tegen jou, jij bent van mij in Jesaja 43. En hij zegt tegen jou in Hooglied, zegt hij, alles aan jou is mooi, er is geen gebrek aan jou. Weet je beschermd, weet je geliefd, dat er inderdaad niks aan jou mankeert, in wezen. En er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering en allemaal kleine dingetjes waar je zelf aan kan werken. Maar ik kan niet van die liefde genieten als ik niet zelf de stap naar God toe maak. Dus wikkel jezelf in die liefde, dat vereist actie. Want God is liefde en God heeft liefde voor jou en God wil jou die liefde geven. Ik zie je weer bij een volgende aflevering van Het Woord van het Leven. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.